Excelsior is negende, heeft 40 punten en kan lekker uitbollen. Liende in het blauw en wit. Mot nog wel wat puntjes, want de clubs onderaan die komen steeds dichterbij. De eerste kans is voor Excelsior. Daan Blij vindt de vuisten van Jan Schimmel. Vlak voor rust van de Meirakker namens Liende. Hard genoeg, maar geen richting, niet voldoende richting meegegeven door de topscorer van de B-Toenaren. 0-0, logische ruststand in een matige eerste helft. Pop al zijn met de mogelijkheid na rust. Doelman van Leeuwen pakt het schot van de man die in de winter overkwam van Achilles. En zo blijft het heel lang 0-0. Dat is op zich niet zo gek. Excelsior is een van de minst scorende ploegen van de competitie. Maar ook een van de beste defensies. En dit is dan wel zo'n zeldzaam doelpunt. Vincent van den Berg. Ja, je zou zeggen wie anders. De knuffels van Kevin Vink. Van den Berg, prachtig uithaal. Bal draait weg bij Schimmel. Het is de achtste van den Berg en de 1-0 voor Excelsior. Op de Abdijhof in Liende. Waar Excelsior nog een beste kans krijgt. Invaller Kevin Vink. Recht op Schimmel. En zo had het veel catastrofaler kunnen aflopen voor Liende. Want Excelsior krijgt nog een kans. Redert schiet hem net naast. Het blijft 1-0. En met die andere uitslagen komt de degradatiezone voor Liende steeds dichterbij.